God almachtig, wat is het leven prachtig. Bombay, India, 18 januari 94. Lieve vrienden, er is niets. Grijp je kans. Neem door te geven en geef door aan te nemen. Er is niets. Begrijp je kans. Smeed het ijzer. Het is heet. En de volle maan slechts kort. Er is niets. Grijp de leegte. Smaak het geluk als mens geboren te zijn. Before happy ending. Lieve vrienden, er is niets. Begrijp dit lot. Het leven duurt lang, de dood slechts kort. Wat ik er zelf bij voel is enorme vitaliteit. Het werkt enorm goed op mijn geheugen. Ik ga niks meer aanlullen. Heerlijk. Hallo, dit is Mister Media. En ik ben Luc Sala. En vandaag praat Tille dePauw met Theo Kley. Twee kunstenaars. Eén uit Brugge, één uit Amsterdam. En allebei bijzondere mensen die die grens tussen binnen en buiten steeds maar aan het verleggen zijn. Over het verleggen, hoe verleg je? Hoe verleg je je grenzen? Nou, je verlegt je grenzen door een tomeloze verbeeldings... drift om uit te beelden. En je verlegt ook je grenzen door verwondering. Zodra je verwonderd bent over iets wat je waarneemt, dan ben je al bezig je grenzen te verleggen. Ja, dan probeer je achter dat object, je probeert het object te doorzien, ook te begrijpen, aan te voelen. En zodra je daar in verwondering mee bezig bent, dan ben je bezig een tijdelijke schijnbare grens te verleggen. Dus als ik met verwondering naar u kijk of naar uw werk, dan ben ik ondertussen ook mijn grenzen aan het verleggen. Ja, grenzen zijn flexibel. Die zijn variabel. Ik denk dat je voortdurend bezig bent de ruimte om je heen, zoals een kuiken in een ei, zoals alles om je heen, ook de tuin. Al die planten zijn ook hun grenzen aan het verleggen. Dat doen ze dan, kijk, zo'n tuin heeft ook op zijn minst twee kanten, een buiten- en een binnenkant. En buiten en binnen zijn ze hun grenzen aan het verleggen, door de wortels, door de takken, door de bloemen, door het fruit. Groeien is ook het verleggen van je grenzen eigenlijk. Ja. Ik denk als je ophoudt met je grenzen verleggen, dan ben je of intens tevreden met de grenzen die je hebt waargenomen, die je hebt gesteld, of je bent geblust. Dat is een eindpunt. Ja.
Ja, of een tijdelijk tussenstation. Een tussenstation. Pauze. Ja. Interludium. Ik ga even een grens verleggen. Ik ga meedoen met u. Op onze grenzen, Theo. Ja. Nou, het is ook de space, de ruimte binnen de grenzen. Die hebben ook een vorm. Je hoeft niet altijd expansief bezig te zijn te verleggen. Je kan ook weer grenzen naar je toe trekken. Ik denk ook dat de vorm van de ruimte tussen de grenzen, dat het heel veel zegt over het moment waar je in zit. Nou jij. Ik laat je wel genieten van je wijn. Hij is heerlijk. Ik kan genieten van de lekkere dingen van het leven. Ja. Dat is leuk. Hoe begin jij je dag, Theo? Nou, eigenlijk, als ik daar over nadenk, dan loopt het in elkaar over. Het is niet een plotseling begin. Je gaat soms van een droom ga je over in het wakker worden. En dan is er geen begin. Je gaat gewoon van je droom ga je over in je waak. Geleidelijk. Ik denk een begin. Kijk, er is een... Als je het wilt hebben over hoe je een dag begint. Er is een komen en er is een gaan. En daartussenin is het zijn. Dan ben je er. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat er is geen wezenlijk begin en ook geen wezenlijk einde aan iets. Het is een permanente mengeling van invloeden, oorzaak en gevolg, causale verband, het causale, oorzaak en gevolg. En dat geheel, dat zit dan in een schijnbare chaos, maar er is geen begin en geen eind. Het is niet zo dat als je je huis helemaal hebt opgeruimd, alles, dat er dan een eind is, of een begin. Het zijn allemaal tussenfases. Hè? Het is verandering. Maar als je wilt weten hoe ik mijn dag begin, ja. Ik pers altijd een paar sinaasappeltjes uit. Dan ga ik beneden in mijn atelier, ik weet niet of je dat gezien hebt. Ik heb al mijn werktafels in het midden van de ruimte, waardoor er omheen is een hele grote renbaan. En waar ik dan mee begin 's morgens is ongeveer 20 à 25 rondjes in mijn naki te lopen zo. En 25 zo. En ik heb uitgerekend dat het ongeveer 3 kilometer is, die ik 's morgens hardloop. Maar dat is niet gewoon hardlopen, dat is rennen, maar dan ook weer remmen. Want anders ga je door de muur heen. Dus je moet rennen en dan remmen en dan pak je die bocht. En dan doe ik weer hetzelfde, waardoor je extra energie opwekt. Als ik begin, dan is mijn hartslag op 72. En als ik stop, is die op 160. Inmiddels heb ik dan in mijn douche de hete kraan opengezet, zodat de douche één grote stoombad is. Dus dan ga ik bezweet in het stoombad. Daarna doe ik wat yoga oefeningen, ik ga wat op mijn hoofd staan. Het prettige van die asana vind ik als je op je hoofd gaat staan, dat je dan de wereld ondersteboven ziet. En dat dan boven je hoofd, dat is de planeet. Dat is de aarde die je dan op je hoofd hebt eigenlijk. Hè? Niet onder je voeten. Wat ik ook profijtelijk vind aan op je hoofd staan, die asana, dat vind ik dat al je organen, die gaan even, net zoals een pannenkoek, die gaan even ondersteboven. En dan het aardse magnetisme trekt dan het bloed even een andere kant door dat orgaan heen. En wat me dan opvalt als ik op mijn hoofd sta, dat doe ik soms kort, soms lang. Dan schieten mij soms oplossingen van problemen te binnen waar ik al heel lang mee bezig was. En die, doordat ik op mijn hoofd sta, denk ik, oh, dat is de oplossing. Heel simpel, meestal.
Maar je krijgt een ander inzicht als je op je hoofd staat. Vanaf morgen gaat de helft van Nederland op zijn hoofd staan, 's morgens. Toch van de week. Ja. Ja, dan sta ik hier ook. En dan heb je meer. Nou, wat ik dan verder doe is ook even mijn ruggenwervels rekken. Dan begin ik met schrijven. Want dan is de geest is dan nog kakelvers. Dan ga ik achter mijn tekstverwerkertje zitten en dan ga ik schrijven. En wat ik tot nu toe heb gedaan is aan schrijven. Ik heb uit heel mijn leven heb ik boekjes waar ik aantekeningen heb gemaakt. Dat zijn er duizenden. Die ben ik nu allemaal als bouillon naar onderwerp aan het brengen. Dus wat te maken heeft met grotten. Dat rubriceer ik. Onder grotten, maar andere dingen, zoals droomachtige jeugdherinneringen. Dat zijn allemaal rubrieken. Maar uiteindelijk, als je daarmee bezig bent, dan wordt het verhaal wat je aan het maken bent, wordt steeds meer zichtbaar. Leesbaar. Eigenlijk hoef je niks te fantaseren, je hoeft niks te verzinnen. Je moet het alleen. Je moet de chaos eruit brengen en je moet er een extract van maken. En uiteindelijk is dan ben je eigenlijk al voor drie kwart heb je een verhaal. En dan is het niet de bedoeling om dat te gaan schrijven, maar uiteindelijk om het te gaan vertellen. Ik denk als je een verhaal vertelt, dat het dan iets anders wordt dan het woord opschrijven. Dus wat ik bedoel is eigenlijk zoals de troubadour, de verhalen vertellen. Kan je ons maar een kort verhaaltje vertellen? Het gaat dus eigenlijk niet om. Ja, ik kan best in het korte verhaaltje vertellen. Ja, dat kan ik best. Ja. Leuk. Ja. Maar in het kort, dat is namelijk. Mijn verhalen zijn altijd heel lang. Dat is relatief. Ja. Ik heb bijvoorbeeld hier ik heb erg veel van de natuur geleerd door deze daktuin. Omdat ik het overdag zie, ik zie het 's nachts, ik zie het vanuit mijn bed, ik zie het vanuit mijn werk, ik zie het in alle seizoenen, ik zie het in de zomer, in de lente, in de herfst, in de winter, ik zie het karakter van een plant of van een boom. En dat al 25 jaar. Ben je hier al 25 jaar? 25 jaar. Wow. Bijvoorbeeld die naaldboom en die appelbomen die er staan, die ken ik van binnen en van buiten. Ik weet nu dat een appel, dat die begint met een bloem. Het is natuurlijk simpel, omdat je dat weet, maar als je het ziet is het prachtig. Als je in het voorjaar die bloemen ziet, dat je dat weet dat straks zijn allemaal appels waar je je tanden in kunt zetten. Of waar je dakappelmoes van kunt maken. Wat ik een kort verhaal over deze tuin. Ik heb hier kikkers gehad. Ik had een grote vijver, of groot. In verhouding met het dak was het vrij groot. Toen ben ik een holiesloot, een wasstijl slootwater gaan halen. Niet wetende dat daar kikkerdril in zat. En twee maanden daarna zat mijn dak vol met kikkers. Fantastisch. Maar wat ik nog niet had, dat waren mieren. En ik ben gek op mieren. Er zijn 144.000 soorten mieren. Heel veel soorten. Heel veel. Je hebt knuffelmieren. Je hebt ook nog de Neandertaler onder de mieren. Die heb ik gezien in India. Joepie mieren. Ja, je hebt alle soorten. Alle soorten mieren heb je. En dat was dus een middag. En toen tegen die wand aan, daarachter, daar zat een donkere plek. En toen dacht ik, hé, die plek ken ik niet. Toen ben ik gaan kijken. En toen zat er een hele kolonie. Commune, mieren met alle vleugeltjes. Die waren al vliegend op die plek terechtgekomen en gezamenlijk. Ik zag dat die vleugeltjes er allemaal afvielen. En van dat moment af had ik dakmieren. Maar een hele vriendelijke soort. Een mier die nooit op je lijf komt zitten. Komt hij er per ongeluk, dan steekt hij niet.
En ze zijn alleen maar bezig met het verzamelen van honing en suiker. Dus ze komen tot de keuken. Ja. Ja. Toen kreeg ik een keer een ingeving. Ik dacht, als ik nou een waterverftekening maak. Toen dacht ik, ik maak een zelfportretje van honingwater. Ja. Toen heb ik van honingwater heb ik een portretje gemaakt. En dat laten drogen in de zon. En toen heb ik dat boven op dat mierennest gelegd. En daarna zijn al die mieren met die hele kleine mierentandjes. Die zijn uit het papier alles gaan knabbelen wat honingpapier was. Dus ik had ineens na een paar uur een mal van wat ik had gemaakt. Want de rest dat aten ze niet op. Alleen daar waar die zoetstof zat. Dus het was een perfecte mal. En die tekening kon ik toen weer met, dat ken je wel, tamponeren. Kon ik die tekening vermenigvuldigen. Verder zijn er... Een dakmieren tekening. Een dakmieren malle tekening. En hoe oud zijn deze rondschilderingen? Variëren. De oudste zijn 30.000, 40.000. Dat is uit de tijd van de begintijd van de aboriginals in Australië. Zo heb ik er 7.000 van die beelden. Prachtig is dit perspectief wat ze uitvinden. Die mensen toveren. Deze twee die vluchten voor een bijennest. Al zijn het wel prachtige wezentjes. Midden in India, kruisvaarders. Hier moet je kijken. Dit zijn kruisvaarders. Die zijn even een stukje verder doorgetrokken, twee keer zo ver bijna. Ze komen toch alleen in Zuid-Amerika voor? Ja, maar in de loop der tijd is overal alles geweest. Deze bijvoorbeeld, terwijl ik niet wist dat hij er zat. Ik was bezig met een 12-koppige slang. Op dia's vast te leggen, maar die was vrij lang. En toen ben ik dus op mijn rug in die grot terecht gekomen om het te fotograferen. En plotseling zag ik dit door mijn zoeker. Als je goed kijkt, dit is wat weggesleten door het schuren van wilde zwijnen en zo. Maar dit is één grote cirkel, zie je? Met raampjes. Een ruimteschip. Met een laddertje ernaartoe. Zie je dat? En dan zie je hier in die schijf, in die vliegende schotel, in die UFO, zie je een figuur. Dit is het hoofd, met de nek, schouders, arm, hier het onderlichaam, hier de twee benen. Dit is dus een figuur in een grote schijf. Voor mijzelf. Ik wil het niet hebben over wat waar of niet waar is, maar over iets waar je iets aan kunt hebben. Ik heb het gevoel als je doodgaat, dat je dan teruggaat daar naar waar je vandaan bent gekomen, voor je geboorte. Ik denk dat je hier op deze planeet loop je stage. Dat gevoel heb ik. Ik denk, je bent hier zeg maar 83 jaar op deze planeet en dan zijn er allerlei zaken waar je in kunt springen en de manier waarop je het doet, dat is het stage wat je loopt. En daarna ga je niet dood, nee. Een feestje, je gaat terug waar je vandaan bent gekomen. En voor mijn gevoel is dat, ik heb in India heb ik een keer naast een bijzondere man gelegen op een tempelplein na een groot volle maanfestival. En deze man, die had een heel klein kokertje aan zijn riem. En daar waren overal vuurtjes en het was een beetje een agrarisch festival.
Er lagen overal ossen en koeien en boerenfamilies. Die maakten muziek en die dansten. En hij op die dans van die muziek was hij met zo'n pookje bezig. Om in dat cilindertje deed je wat poeder bij, een beetje olie en wat blaadjes en wat poeder en dadadadam. En op een gegeven moment haalde hij er een balletje uit. Een donker rond balletje en dat nam hij in. En ik was verschrikkelijk benieuwd geraakt wat dat dan voor een balletje zou zijn. En ik had hashkoekjes bij me. En ik stelde hem voor, hij sprak geen woord Engels. Alleen een eigen stamtaaltje. Maar hij begreep wat hij bedoelde. Hij zou voor mij ook een balletje maken in ruil voor een hashkoekje van eigen deeg. En daarna had ik dat balletje in ontvangst genomen en er een stukje van af. Het was intens bitter, maar daarna gebeurde er iets met me. Ik had het gevoel dat oorzaak en gevolg waar we het net over hadden, wat ik altijd in mijn hoofd heb, de ene gedachte is weer veroorzaakt door de vorige gedachte, het causale verband. Ineens had ik het gevoel dat die prachtige man die naast me lag, een soort Sinterklaasfiguur was het. Hij had een grote oranje tulband vol met dingetjes wierook. Blauwe ogen, dat zie je bijna nooit in India. Maar verder helemaal exotisch. Maar ik had het gevoel dat hij mijn gedachtenknuppeltje in mijn hoofd had overgenomen. En hij liet mijn beelden zien die ik zelf niet opriep. En dat had ook iets te maken met leven en dood. Hij liet me zien dat alle mensen op deze planeet, die hebben allemaal een eigen hart. Maar bij elkaar één geest. Het is één wezen. Alle mensen bij elkaar is één wezen. En toen liep er ineens een hond over het plein. Geloof ik ook. En toen liet hij me zien, kijk, al die honden bij elkaar is één wezen. Dus het wezen hond. En al die banga tree die daar staat. En toen liet hij me zien dat na dit leven, dat je dan een heel groot, ergens in de kosmos, in de Milky Way, maar dat daar een heel groot energie vijver is. En daar komen we vandaan en daar gaan we ook weer naartoe. En soms druppelt dat over en dan ontstaan er op deze planeet weer nieuwe geboortes. En die lopen dan ook weer stage. Nou gaat het er niet om dat dit waar is, maar aan dat beeld heb ik wat. Ja. Met waarheid kan ik nooit zo goed uit de voeten. Ja. Het is meer het beeld. De verbeelding. Ja, ik heb ook zo in over de dood. Ik geloof als je doodgaat, ja, dat je geest zowel in je ouders, als in je grootouders, ja, als in je kinderen, als in je kleinkinderen gaat. Of die er nu al zijn, of niet meer zijn, of nog zullen komen. Ja. Dus dat jouw spirit, jouw geest, ja, doorgaat in je voorouders. Maar en ook ja. In die drachten. Dus dan kun je in de tijd reizen. Ja. En dan zijn we ook dat allemaal één, maar ja, niet alleen één. Ja, want één, geest heeft geen vorm. Nee. Geest is vormeloos. Dus dat kan heel makkelijk helemaal overgaan in het andere en ook splitsen. Heel leuk om daar een keer in te duiken. Ja. Dan kan je spelen met de tijd. Want als je het nou hebt over de geest van voorouders en familie, die prehistorische schilderingen die ik in Madhya Pradesh in India de laatste 8 jaar met een vriend, een Indiase vriend van mij ontdekt heb, met de hulp van de inheemse bevolking daar, steeds als zo'n houthakker of zo'n honingzoeker, als die mij op zo'n plek brengt waar die schilderingen zijn, zo'n grot. Die plek heeft nog geen naam, die geven we dan ook de naam van degene die ons daar gebracht heeft. Je hebt bijvoorbeeld de grot, de Doka-grot. Doka is in hun taal de gevaarlijke man, dus dat is de gevaarlijke man-grot. Maar ik vraag altijd aan die mensen, waar komen die schilderingen vandaan? En ze zeggen bijna altijd, van onze voorouders, van de goden. En ze corrigeren af en toe, ze zeggen dan tegen mij, dat is er niet opgeschilderd. Nee, dat is van binnen naar buiten geschilderd. Dus de godheid die in die berg woont, die heeft dat naar buiten geschilderd. Dus het, ja, eigenlijk is het ook een soort e-mail, een soort internet. Maar dan van een langere duur dan, wat als je nagaat, dat al die grammofoonplaten en al die compactdisken en al die dia's, weet je dat mijn dia's die ik 8 jaar geleden gemaakt heb, dat die nu alleen maar verbleken? En dat die grotschilderingen, die 40.000, 50.000 jaar oud zijn, dat er nog kakelvers op staat? Dus wat betreft de tijd van overbrenging van een beeld, daar wist de oermens meer van dan onze digitale. Maar goed, het is anders. Het is geen competitie. Nee. Het is geen competitie. Het is anders. Het is anders. Ja.
Hey, drink jij wel? Ja. Nou, op 83, op het leven. Als je het omdraait, hè, 83, dan kom je bij 38. Dat is ongeveer mijn geboortedatum, hè? Ik weet dat niet, wanneer ben jij geboren, Theo? Ik ben in Rotterdam geboren. Ik ben van voor de bombardement. En hier in Amsterdam ben ik van voor de metro. Dan weet ik niet wanneer dat de metro hier was. Nou, dat was ook een stampij, hoor. Mamma mia. Oh. In welk jaar was de metro hier? Nou, dat is van voor de lantaarnpalen. op de Nieuwmarkt. Ja. Hé, hey, zullen we serieus worden? Ik doe nog een blokje hout op het vuur. Oké, fijn. Heb je die zelf gemaakt? Ja. Dat is heel mooi. Ja, weet je wat het is, Tille? Als ik iets zie, dan koop ik het nooit, maar dan ga ik kijken hoe kan ik het maken. Als ik in de bijkorf loop of waar dan ook, dan zie ik iets. En... ja, dat maak ik zelf. Ik gooi ook altijd mijn kleren in de wasmachine met een pigment. En dan laat ik dat draaien met een pak Jozo zout en dan dat doe ik alles, weet je. Je hebt daar je schoenen op, ben je? Ja, alles. Dan doe ik alles in één kleur, ook dit, alles in één kleur. Behalve mijn tanden, die laat ik wit. Wat een mooie dag, hè. Ja. Oh, zit een bij in je glas. Oh, wat goed van je, zeg. Dat is een wesp, ja. Ja, die hebben ook smaak. Kom, we gaan er hem uithalen. Ja, daar heb ik wel gereedschap voor. Ik heb een speciale wespenlepel. Wespenlepel. Je gaat er nog zo tussen. Hij komt er. Zie je hem? Oh, ja. Straalbezopen, haal ik hem eruit, weet je. De badmeester Kley. Nou, hij loopt nog. Ja. Zo. Ja, maar hij wiebelt nogal. Ja, hij heeft een ganzenpot. Een ganzenwok. Op de civilisatie van de wespen. Dat is het begin. Ja. Als ze wijn drinken, dat is proosten we niet te veel? Nee. Ja, de dood. Ja, ik denk dat leven en dood, dat is zo verweven. Ik denk, als je niet met de dood bezig bent, dan leef je ook niet. Hè? Ja, maar... ik denk, als je de dood accepteert, dan ben je zo vrij, dan kun je pas beginnen met echt leven. Zolang die dood nog echt op je drukt, dan steek je heel voorzichtig over. En je doet alles heel veel dingen niet, omdat de dood op de loer ligt. Als je de dood accepteert als iets wat net zo noodzakelijk is als ademhalen... Ik wil niet zeggen dat je de dood moet oproepen, maar het is een facet. Zonder dood geen leven. Zonder licht geen schaduw. Is het de kroon? Is het de kroon? Ja, kroon. Ik heb nog geen kronen. Maar je bedoelt de kroon op je leven, hè? Was een... Nou, ik denk dat de dood... Ja, soms is de dood... Soms komt de dood te vroeg, heb ik wel het gevoel. Ja. Dat heb ik wel, ja. Bij jonge mensen, komt het te vroeg. Vind ik wel, ja. Maar bijvoorbeeld, mijn vader is nou 95. Ik heb het gevoel... Hij wil nog wel doorgaan. Hij wil 2000 meemaken. Want hij is in 1902 geboren en hij wil 2002 meemaken. Maar daarna denk ik wel dat hij het aangenaam zou vinden als hij dan. Dat hij dan van het een uit. En dan gaat hij weer terug naar zijn vrouw, naar moeder. En naar jou, en naar de kinderen, en naar de kleinkinderen, ja. En naar zijn voorouders. Ja, en je komt terug. Ja. Je komt terug. En ik vind het heel saai. Ik vind het heel saai om te zeggen: na de dood is er niks. Maar dat bestaat niet, want niks. Ja, of het leven, dan is het leven ook niks. Maar als je dood bent, ben je al terug. Dan ben je al terug.
Ja, en ik denk die overgang die zou ik heel graag heel bewust willen meemaken. Met, als ik voel dat het komt, dan zou ik graag nog een beetje paddenstoeltjes erbij. Een glaasje champagne. Vrienden om je heen. Dat je dan langzaam van het een naar het ander glijdt. En dat je dat zo lang mogelijk verbaal blijft vertellen wat, waar je nou zit. Ik ken een voorval van een jongetje in de Jordaan, was het geloof ik. Een vriendin vertelde me dat. Een jongetje was daar in de gracht gevallen. En hij was bezig met de verdrinkingsdood. Ze hebben hem kunnen redden op het nippertje. Ze hebben hem met kunstmatige ademhaling hebben ze hem weer bijgebracht. Maar wat het jongetje onder water mee heeft gemaakt, dat vond hij zo in en intens fantastisch. Hij zag daar het paradijs. Hij heeft daar ook het licht gezien. Dat jongetje sprong meteen weer terug. Dus ik heb het gevoel dat, dat het aardse bestaan zo boeiend is zoals je het waarneemt. Als je maar in verwondering blijft. Maar na de dood, dan ben je weer terug. Ik denk dat dat het mooiste is. Denk ik wel. Maar ik zeg niet dat dat waar is. Ik zeg het alleen maar omdat ik aan dat beeld heb ik wat. Jezelf. Wat echt waar is, dat weet ik niet. Kijk, want wat is waar? Eigenlijk is alles wat je met je zintuigen waarneemt, is illusie. Bijna alles is illusie. Je emoties ook. Je geluksgevoel is ook illusie. Je verdriet is ook illusie. Niet dat ik dat als een cliché wil afdoen, dat het dan... Want ja, misschien is verbeelding... Ja, verbeelding en illusie. Ik denk ook niet dat je bezig moet zijn met waarheid en met wat echt is. Maar dat je daarmee bezig bent... Dat je bezig bent met dingen transparant te maken. Dat je dat ik door jouw ogen bij jou binnenkom. You're welcome. Ja, toch? Ja. Want je kan wel je leven lang naar de buitenkant blijven kijken en dan zie je steeds dakpannen. Maar onder die dakpannen is een zolder en een vliering. En daar gebeuren natuurlijk de meest romantische dingen. In een kelder ook. Dus dat je door de muren heen kunt kijken, dat kan. Ik denk dat je er versteld van staat welke krachten een mens heeft als hij die ontwikkelt. Dat je niet alleen met je zintuigen, maar ook met andere krachten, intuïtie, voorschouw, helderziendheid, wat ieder mens heeft dat. Is dat dat wat je dan op doek zet? Dat is 16 jaar oud. En dat is teruggekomen van de kunstaankoop. En ik ben daar niet tevreden mee. Dus dat hang ik een tijdje op. En dan, ik heb het gevoel dat daar kleur in moet. En ik ga dit sminken. Het heeft veel te maken met een agrarische... Of in ieder geval met een archeologische... Er zit een archeologische sfeer zit erin. Gevonden voorwerpen. Maar ik ga die gezichten ga ik sminken. Dat moet... Dus een kunstwerk is eigenlijk nooit af voor jou? Nou, omdat alles in verandering is. We leven voor mijn gevoel op het ogenblik in een periode dat er een vloed is aan veranderingen. Zoals er heel veel mensen en gemeenschappen aan het verhuizen zijn. Of moeten verhuizen of moeten veranderen. Nee, een werkstuk is nooit af.
moet eerlijk bekennen, ik heb vreselijke angst voor doeken. Op hout? Ja, maar je schildert toch op doek? Ja, maar nooit op een maagdelijk blank doek. Dat durf ik niet, weet je. Dat laat ik zo. Nee, ik hou dingen van, ik hou van iets toevoegen aan iets wat er al is. Ik heb een tijd gehad, dan vond ik op straat, in de wind, briefjes, boodschappenbriefjes, rekeningetjes, liefdesbrieven of wat dan ook, dat vond ik. En dan kwam ik soms met een boodschappentas vol met briefjes en dat deed ik dan de hele nacht. In een emmer met thee, met een beetje roest erbij en een beetje Nescafé, en dan liet ik een beetje intrekken. En dan de dag erop ging ik dat op een strijkplank uitstrijken en dan deed ik al die papiertjes op dat doek. Dat doek maar weg is. En dan ontstaat er iets wat je zelf niet hebt kunnen bedenken. Dat is het grote, dat is het goddelijke toeval. Wat je toevalt. Wat op je weg komt. En dan zet ik zo'n opgeplakt werkstuk zet ik dan op een plek hier in het huis. Waar ik normaliter veel langs loop. En dan ineens na een aantal tijd begin ik te begrijpen wat het werkstuk wil worden. Wat het wil worden naderhand. En dan denk ik, hé, hij wil daar een beetje licht. Hij wil daar een beetje warm rood. Dus ik laat eigenlijk dat werk het voor het zeggen hebben. Ik ben dan meer de butler, de aangever. En uiteindelijk zie ik dan wat het werkstuk wil worden. En dan kom ik dan met mijn ervaring. En dan ga ik het helemaal op het pad brengen waarvan ik het vermoeden heb. Dat het wil zijn. En dan heb je een werk. En dan is het niet het doel, het is niet het werk, maar de weg naar het afmaken van het werk toe. Dat is eigenlijk dan. Begrijp je dat? Ja. De weg ernaartoe. Ja. De weg ernaartoe, dat is het. Ja. Dat is ook op reis. Dan kun je wel zeggen, ik ga naar India. Nee, de weg naar India toe. Of naar die plek toe. Dat is eigenlijk. Dat is de reis. Dat is de reis. Als je bij het doel bent, ja, dan kun je alweer terug. Eigenlijk. Dan kun je beginnen naar je volgende. Dat is meer de laatste signaal. Jij bent dikwijls in India geweest. Om die grotten en zo te gaan bezoeken. Ja. Ja, oorspronkelijk wilde ik nooit naar India toe. Ik had daar zo'n. Ik had er een beeld van wat niet magnetisch op me. Ik had het gevoel dat. Alhoewel, dat is niet helemaal waar wat ik nou zeg. Ik was al heel pril bezig met mijn vrouw, de moeder van mijn dochter, Josephine van den Berg, een beeldhouwster. Wij vormden samen een. Creativiteit. En. Wij hadden toen de beschikking over een deugevaux bestel eend. En toen hebben wij een poging gedaan, dat is wel heel lang geleden hoor. Dat was nog in de tijd dat het hippiedom daar net een beetje begon, denk ik hoor. De hippie. Maar we zijn nooit verder gekomen dan Turkije. Daar ben ik 2 jaar blijven hangen. Of hangen. Daar heb ik 2 jaar gewerkt. Ja, wat heb je daar gedaan? In Turkije bedoel je? Mm-hmm. Nou, dat waren eigenlijk meer oefeningen in reizen. Oefeningen in het nomadisch worden. In het oefenen in het leven zonder muren. Dus op wielen. En ook met de intentie om je omgeving zodanig te begrijpen en te stemmen dat je daar ook in kunt voortleven. Dus dat je. Kijk, in een huis kun je altijd beschermend terugtrekken. En dan kun je als kluizenaar kun je de hele wereld op een laag pitje zetten. Maar als je in de open lucht nomadisch leeft, dan heb je met alle signalen wat te doen, want die hebben allemaal weer een vervolg. Je wordt er heel sterk van. Als je nomadisch leeft, dan zijn ook 24 uur per dag je zintuigen op scherp. Kijk, als voorbeeld de Hollander. Ik denk dat 99% van de Hollanders
wonen beschermd tussen een muur, dubbelglazige ramen, alles heel goed, hoe heet dat, tegen kou en weersinvloeden beschermd, goed geïsoleerd. Verder een wijzerplaat als een thermostaat, dat je kunt zeggen, nou we houden vandaag 18 aan of 19. En we doen de gordijnen dicht of open. En verder hebben we met de hele wereld niks te maken. Alleen de buis geeft nog een doorsluis. En daar kun je ook nog mee. Maar als je als nomaad buiten... Ik wil het gaan doen, hè, met een bakkersbakfiets. En een tipie. Maar mijzelf kennende... vind ik dan altijd weer op de bodem... Een heel oorspronkelijk begin aan iets anders. Dus ik wil nomadisch uitdaging. Gaan worden. Niet dat ik het huis uit ga hoor, dat niet. Ja. Dat niet, want je moet toch ergens, als je grote schilderij, maar ik ga wel 2-3 seizoenen ga ik nomadisch leven met een bakkersbakfiets. En dan wil ik die prehistorische schilderingen wil ik dan van dorpje tot dorpje als een toverlantaarnman. Ik zie dat altijd een beetje romantisch, weet je. Dan wil ik die prehistorische schilderingen projecteren en daar dan hedendaagse digitale sprookjes bij vertellen. En dan voor alle leeftijden. En ik denk dat daar dan ook een ontwikkeling in zit, dat het een begin er zo uitziet, maar de volgende voorstelling ziet er alweer zo uit. En dat je daarna ook verhalen kunt vertellen die je in het vorige dorp hebt meegemaakt. En dat je zo op die manier nomadisch bent met je bakkersbakfiets. Ik stel me voor dat het een of ander lichtdichte legertent is. Met een projector op zonnepanelen, zeg maar. En een windmolentje. Wat een grote bakkerfiets met een naam. En dat ik dan die prehistorische schildering van 40.000 jaar terug, dat ik dat dan in die dorpjes kan laten zien met een verhaal erbij. Een soort instandhouding van de troubadour, ja. De verhalenverteller met het beeld, audiovisuele spookjes. Heb je dat hier ook al gedaan? Ja, ik heb wat oefeningen gedaan. Ja. Hmm. En het was betoverend. Ja. Ja. Ja, want je kan alleen maar iets doen als je erin gelooft. Als je er niet in gelooft, dan wordt het een constructie en dan zonde van de energie. Dat achterste. Weet je wat het is? Dat is mijn geboortehuis. Mijn geboortehuis. Daar heb ik als klein jongetje romantische dingen mee. Dat is mijn ouderlijk huis. Daar heb ik ook nog foto's van. Ik zie het leven, als je het hebt over de dood als overgang van thuiskomen... Dan zie ik het leven als een reis met hindernissen die je met eigen intuïtie... Want in wezen is de enige die jou kan helpen bij de hindernissen die je tijdens het leven hebt... Dat ben je inwendig zelf. Ook met de hindernissen die je met de dood hebt? Ja, de hindernissen... Maar eigenlijk zijn er per dag heel veel momenten van leven... Maar per dag, per etmaal... zijn er ook momenten van dood. Ja. Die zijn er. Als je nagaat dat je per dag... ik noem maar een getal met heel veel nullen... cellen afsterven... en dat er weer nieuwe cellen voor in de plaats komen. Dat is een voortdurende fabrikage van cellen... die de dode cellen weer vervangen. Die zijn dan wel, net zoals met het kopiëren... als je een kopieerapparaat hebt... dan kopieer je steeds... als je steeds het kopie... kopieert, dan zie je ineens de vergankelijkheid. Hè? De vergankelijkheid van de kwaliteit van vermindert. Ja, er is een vergankelijkheid. Maar wat ik ook te gek vind, dat je bijvoorbeeld zo'n zaadje... Dit is bijvoorbeeld een Oost-Indische kers. Ja, die heb ik hier in de daktuin gezaaid. En ineens zie je een explosie van bloemen, de Oost-Indische kers. En dan ineens is er een moment, dan is het in volle bloei en daarna krijg je de vergankelijkheid. Ja, dat noemen we dan de dood, maar als ik je iets mag vertellen over,
over vergankelijkheid. Ik gooi steeds dingen die vergankelijk zijn op mijn composthoop. Achter in de tuin. Maar onder die composthoop, doordat ik dat doe, is een bruisend leven van gedierte en bacillen en die daar een heel nieuwe wereld. Ja, nieuwe energie ontwikkelen. Ja. En daarom, nog even terugkomende, hoe begin je je dag? Er is geen begin. Ik denk ook niet toen ik geboren werd, dat dat toen een begin was. Dat was gewoon het neerkomen op deze planeet. En dan maak je de reis leven. Je leven is een reis. En uiteindelijk is het dan wel de bedoeling dat je dat zo intens en ook zo, om maar een woord te noemen, zo nobel, zo onthecht mogelijk doet. Onthecht. Als je geboren wordt, dat aan de ene kant is, uw geest was al en zal altijd zijn, maar ineens wordt dat in een lijf gestopt, in een lichaam gestopt. En krijg je als cadeau de ervaring om te mogen in een lichaam leven. Dus dat is een cadeautje. Maar aan de andere kant kan het je ook een belemmering geven, die uiteindelijk ook een cadeautje is, want daar moet je dan overkomen en dan kun je een nieuwe horizont ontdekken. Ja. Dus en het gevoel van je lijf kan positief zijn, maar kan ook een vreselijke belemmering zijn. Ja. Maar dus het is een hemel en een hel tegelijk, een ervaring. Ja. Nou, ik heb in ieder geval niet het gevoel dat de geest alleen in het lichaam blijft, hoor. De geest gaat af en toe behoorlijk zijn eigen gang. Ik denk als je 's nachts droomt, dat je geest dan behoorlijk uit je body is. Ja, nou waar gaat hij op stap 's nachts? Ja, die gaat op verkenning. Ja. Want er zijn twee belangrijke dingen. Dat is het fantastische brein. Waar hele bijzondere dingen gebeuren, hoor. Daar zitten duizenden zenuwcellen met allerlei verschillende schakelingen. En waar je het over hebt, dat is, en waar ook de regie het over had, dat is dus de warmte, het hart, de energiemotor. Dit is eigenlijk de zonnespiegel, de zonnecellen. Ja, lichaam is langdradig vlees. Het is vlees, dat zijn zenuwen. Een lichaam is een prachtig iets. Prachtige uitvinding. Maar in wezen is het ook illusie. Het zijn atomen, neutronen, die samen hebben afgesproken, wij vormen samen een lichaam. Maar zo gauw jij van het een naar het ander gaat, dan zeggen die atomen, nou, we hebben ons werk gedaan, en die neutronen, dan laten ze elkaar los en dan gaan ze over in een andere afspraak, een ander leven. Dat zie je heel goed in Benares. In Benares zie je dan de lijkverbranding, de crematie, en dan zie je ineens onder het vuur, je ziet ineens een stoomwolk omhoog gaan, want de mens is voor 80-90% alleen maar water. Dus dat gaat omhoog als een wolk. Die wolk die drijft naar de Himalaya. Daar bevriest die en komt die als sneeuw naar beneden. En dan lig je ineens als sneeuw boven de berg. En de as die er ligt, dat wordt in de ganges geveegd. En dat is weer voedsel voor de waterplanten. Dus dat gaat allemaal over en over elkaar. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Ik denk dat die creativiteit altijd wakker is in jezelf. Ook als je slaapt, hoor. Ook de noodzaak van. Want ook in je dromen ben je zeer creatief. Wat ook een tussengebied is. Je hebt het over wat doe je op het doek? Wat ga je schilderen op het doek? Dat proces in je hoofd.
het proces in je hoofd voordat je er iets op zet. Hè? Wat gebeurt er daar in je hoofd? Hè? Waarom vind je het noodzakelijk om te doen? Wat is het achterliggend gebied? Waarom ga je daar een lijn zetten op dat doek? Dus het is kunst om je van die vraagstelling te ontworstelen. Dat je die vraag niet hebt. Kinderen kunnen dat heel mooi. Je hoeft niet elke handeling te beredeneren eigenlijk. Liefst zo min mogelijk. Ben ik bang voor je? Nou, ik ben meestal bang voor dingen die er dan al gebeurd zijn. Ik ben bang voor botte, lompig, dat je mensen kwetst. Dus is een definitie van liefde. Een definitie van liefde. Dan weet je ook waar de grens ligt natuurlijk. Een definitie van liefde. Dat is grenzeloos. Wat ik zo'n armoede vind, is dat er voor heel veel liefdes maar één woord is en dat is liefde. In het Sanskriet heb je bijvoorbeeld voor het woord liefde heb je misschien wel 30 definities. En wat is het voor u? Ja, je hebt bijvoorbeeld liefde van ik houd van jou. He, dat is houden, dat is vasthouden. Maar je hebt ook liefde die geen Hollandse naam heeft. Die ook geen Engelse naam, ook geen... Je hebt, wat versta je onder liefde? Liefde is in ieder geval iets wat niets te maken heeft met eigen. Liefde is universeel. Liefde zit ook in een koolmees. Ook in een brandnetel. Een brandnetel, alles zit liefde. Hè? Je kan het hebben over de liefde. Ja, maar als je het hebt over menselijke liefde. Ja, de voortplanting van de mens. Ja, dat heeft ook weer... Dat heeft ook weer als basis, ook weer liefde. En waar ligt de grens van mijn liefde? Ja, heb ik wel liefde? En waar grens? Ja, ik vind het een... Heb je wel grenzen? Dat is een heel moeilijke vraag. Ja. Nou, grenzen zijn zo flexibel, elastisch. Het is net zoals een snelbinder van een fiets. Hoeveel gaat er onder een snelbinder van een fiets? Ik heb het nog. Ik ben absoluut een schizofreen. Ah, boeiend, maar hoeveel ben je daar binnen? Nou, dat vloeit ook weer in elkaar over. Ik hou in ieder geval niet van langdurige vijandigheid. Ik vind dat zeer ongezond voor lichaam en geest. En ook een energieverspilling. Het liefst zou ik elke misverstand waar vijandigheid uit voortkomt, die zou ik het liefst zo snel mogelijk uit de doeken doen en omzetten in iets anders. In iets wat aangenaam is. Nee, ik ben niet rijk. Ik geloof niet dat ik vijanden heb. Tenminste, niet in mijn hoofd. Nee. Niet in mijn hoofd. Nee, heb ik niet. Nee. Jij zegt dat je schizofreen bent. Is dat bewust uit verveling? Uit verveling komen mooie dingen voort, hoor. Ja, uit verveling. Verveling is ook een prachtige voedingsbodem. Absoluut. Je kan je soms stierlijk vervelen en je kan je soms dodelijk vervelen. Maar elke verveling is het begin van een nieuw enthousiasme. Absoluut. Ja, hè? Ben je het mee eens? Of een nieuwe persoon. Nieuwe persoon ook, ja. Wat was je vraag? Dat de verveling... Dat de schizofrenie geboren wordt uit de verveling. Nee, dat geloof heb ik niet. Ik denk dat schizofrenie is een... dat zijn entiteiten. Het is eigenlijk een, zoals je ook een draak met 12 koppen hebt. Of een slang met verschillende hoofden. En zoals een plant met 12 bloemen. Dat is boeiender dan zin met één. Ja, het is een splitsing. En je kan de schizofrenie, als je dat goed hanteert, dan kun je daar heel veel, dan kun je daar heel goed mee uit de voeten. Maar het moet niet zo zijn dat steeds een entiteit uit je onverwachts, dat je verrast bent. Dat je denkt, hé, waarom ben ik ineens zo kwaadaardig boos? Dat er ineens een vreemde entiteit uit je... En dat dan, hè, want je bent toch steeds in jezelf in conversatie. Ja, maar er is een verschil volgens mij met bewuste schizofrenie. Of... Echt gekke.
dat je niet meer weet wie je bent. Ja, ik denk als je niet kunt hanteren, dan gaat het je overheersen en dan ben je de klos. Ja. Dan ben je de klos. Oorlog nee, in jezelf? Je moet eigenlijk, want ja. Ik heb ook demoontjes in mijn huis. Ja, ik heb ook demoontjes. Hebben ze naampjes? Jouw demoontjes? Ik zie een demoon eigenlijk als een gevallen engel. Ach, wat schattig. Als je iets wat goed is, weinig aandacht geeft, dan gaat het zich verzetten. En dan wordt het een demoontje. Of een demoon. Maar als je aandacht geeft aan je demoon, en je gaat er af en toe ook mee wandelen. Je gaat met je demoon naar een mooie expositie. Laat je hem zien. Dat die demoon het gevoel krijgt dat je er energie in stopt. En dan verandert die demoon, die verandert zich in een positief iets. Een demon is een verwaarloosde engel. Heb ik het gevoel. Nogmaals, ik heb het niet over wat waar is. Ik heb het alleen over wat het beeld waar ik iets mee kan doen. En leven die in jou of leven die in je huis? Om me heen. Om me heen. Niet in jou. Of in, ja, hou ik op bij mijn vel? Okay. Ja. Waar hou ik op? Totaal waar zo. Ligt, ja. Soms kun je op jezelf even zo even kloppen. Waar ligt je grens? Niet bij je huid, denk ik. Nee, dat als je kippenvel hebt, als je koud hebt, dan houdt het op bij je kippenvel. Bij mij stopt het bij mijn geweten. Ja, bij je geweten, ja. Ja, dat is het. Bij je geweten. Ja. Dat is wat je hebt geweten. Ja. Wat je weet, dat is ook je oergeweten. Hè? Ja. Daarom zal je ook nooit al die geboden die er zijn gemaakt, in de 12 geboden, al die geboden. Als je ze nooit hebt gelezen en ze zijn je nooit gedoseerd en ze zijn je nooit verteld, dan heb je dat toch in je geweten, al die geboden. Hè? Je doodt niet iemand, dat voel je gewoon niet. Dat is je oerweten en dat is het geweten. Maar we zouden het over kunst hebben. Ja. Of we zouden helemaal niks. Ik zie het leven, als je het hebt over de dood als overgang van thuiskomen, dan zie ik het leven als een reis met hindernissen die je met eigen intuïtie, want in wezen is de enige die jou kan helpen bij de hindernissen die je tijdens het leven hebt, dat ben je inwendig zelf.